Je moet allerlei dingen bedenken om mensen duidelijk te maken dat je gediscrimineerd wordt. Mijn naam is Henna Trustful. Ik ben geboren in Suriname. Ik was 18 toen ik hier naar Nederland kwam. In eerste instantie had ik er geen erg in. Maar ik had een huisarts die achteraf mij nooit met een vinger had aangeraakt. Ik had al meer dan 20 jaar. En hij ging op vakantie en toen kwamen er twee andere huisartsen. Die nieuwe, die kwam er al gauw achter dat ik dus een last had van hoge bloeddruk. En die verwees me meteen door, nadat ze me had onderzocht, verwees ze me meteen door naar het ziekenhuis. Wat mij opviel, dat die twee artsen gewoon mij gewoon als mens zagen en ze raakten me gewoon aan. En dat was een verschil waarbij ik zoiets had van, hier klopt iets niet. Dat je denkt van, zit ik ernaast, zit ik er niet naast. En het doet wel wat met je als mens. Want je kan jezelf niet veranderen. Je bent wie je bent. Het ontneemt heel veel in jou. Je bent niet meer zelfverzekerd. Je gezondheid gaat eraan. Het doet heel veel met jou. Maar je moet proberen om gewoon in jezelf te geloven. Ik ga bijna niet meer naar de dokter, omdat terwijl ik eigenlijk moet gaan, maar het vertrouwen heb ik niet meer. Niet serieus genomen heb ik het gevoel. En er komt ook bij dat ik bang ben voor afwijzing. Ik heb ook mensen gehad, artsen, psycholoog, die mij gewoon serieus hebben genomen. En ik ben God dankbaar dat die mensen op mijn pad zijn gekomen. Om mij te helpen om toch het goede in te zien. Ik hoop dat we dit soort gesprekken niet meer gaan voeren. Dat we in een wereld terechtkomen waarbij we elkaar echt als mens accepteren.